De dag van de waarheid. De dag van de waarheid. Het duurde tot de vijfde inning voordat Amerika terugkwam in de wedstrijd. Het duurde tot de vijfde inning voordat Amerika terugkwam in de wedstrijd. Het werd 1-1 terug. Het werd 3-1 in dezelfde inning. Door zeer goed slagwerk van de slagploeg van Nederland. 3-1 door zeer goed slagwerk van de slagploeg van Nederland. Een 6-1 voorsprong tegen de Amerikanen. De thuisplaats kwam. Een 6-1 voorsprong tegen de Amerikanen. En weer kwam de Haarlemmer Patrick Belliards in de eerste zeven innings een schitterende prestatie neerzetten. Die in de eerste zeven innings een schitterende prestatie neerzetten. Veiliggesteld door werper Michiel van Kampen. De winst veiliggesteld door werper Michiel van Kampen. De finale. En middels een vangbal een finale Nederland tussen Amerika en Nederland. Een finale tussen Amerika en Nederland. De Haarlemse Hoeveelheid 2002. De 1-0 voor Amerika binnen kan scoren. Erik Pettersson de 1-0 voor Amerika binnen kan scoren. Door een schitterende tweehonkslag van Carlos Quinton kwam Amerika een schitterende tweehonkslag van Carlos Quinton kwam Amerika op een 2-0 voorsprong. Naspannende wedstrijd waarin Amerika de basis voor naspannende wedstrijd eerste inning Amerika was het toch een zeer spannende wedstrijd de eerste inning. Nederland bleef lang was het toch een zeer spannende wedstrijd. Laatste punt. Nederland bleef lang bij 5-5, maar wilde maar niet komen. Laatste punt. Het rechterwinnaar in 5-5. Haarlemse Hoeveelheid 2002. Het rechterwinnaar in de Haarlemse Hoeveelheid 2002. Tweede plek Amerika. Nederland zeker een heel goed team. Tweede plek voor Nederland. Honkbalteam.